Een goedenavond allemaal, welkom bij de New Life Church. Ook deze avond gaan we online. Om niet, het woord van God is gewoon belangrijk. Het woord van God is een fundament in ons leven. En als we een fundament kwijt zijn van een huis, zal het huis instorten. En zo is het ook in ons dagelijks leven, dat het belangrijk is dat we het woord van God hanteren. Ik wil vandaag jullie hebben met jullie over concentreren op God in plaats van op uw situatie. Maar voordat ik ga prediken wil ik de Heer vragen om een zegen. Ja Vader, ik dank u wel Heer, dat wij zonder u niks kunnen doen. Maar met u zijn we meer als overwinnaar. En ik wil u vragen vanavond Vader, om ons overwinnaar te laten zijn. Heer, in alles wat we mogen doen. Heer, dat ik overwinnaar mag zijn. Heer, in deze avond met de prediking. En ik wil u gewoon vragen, wil u mijn mond gebruiken? Wil u mijn gedachten gebruiken? Wil u me inspireren om de mensen iets mee te geven vanavond? Heer, ik dank u ervoor in Jezus' machtige naam. Amen. Ja, net wat ik het al tegen u zei vanavond, al met u over had. Om u te concentreren op uw situatie in plaats van op uw probleem. Ik denk, als we gaan kijken, dan zien we een God die geen halve wonderen verricht. Ik heb nog altijd gezien in de Bijbel dat we een God hebben die bovennatuurlijke wonderen deed. Als hij mensen herstelde, dan genas hij ze gewoon compleet helemaal. En daar geloof ik in. Als God een wonder deed, dan deed God het goed. Want God die houdt niet van halfgebakken dingen te doen. Want dat is God niet. God die wil dat wij boven natuurlijk ons kunnen richten op hem. En dat wij weten wie hij is. Halleluja. Ik wil jullie meenemen vanavond naar het verhaal. En het gaat over Mozes. Jullie kunnen allemaal het verhaal wel. Dat op een gegeven moment al die plagen in Egypte kwamen. En waardoor uiteindelijk de Israëlieten weg mochten en Mozes die leidde ze door de woestijn. Het kwamen ze bij de Rode Zee kwamen ze aan. En wat gebeurde er op dat moment toen ze bij de Rode Zee aankwamen? Dat de Egyptenaren die keken achterom. En die keken eigenlijk achterom. Ze keken terug op een gegeven moment naar de gevangenschap waar ze in hadden gezeten. Ze keken terug dat ze slaven waren geweest in Egypte. En ze hadden nog die slavenmentaliteit. Want ze waren bang dat ze dus in de woestijn zouden omkomen. Want de woestijn was er en het water voor hun. Maar gelukkig had God tot Mozes gesproken. En hij had instructies gegeven aan Mozes. En dat wist het volk niet. Daarom geloof ik er ook in. Dat God ook vanavond u instructies kan geven in uw hart. Waar u iets mee moet gaan doen. Het kan een instructie zijn voor een verandering in uw leven te gaan willen hebben. Ik geloof erin. God die had die instructie gegeven aan Mozes om door de Rode Zee te gaan. Nou, hoe is dat mogelijk? Door het water. Maar als God het zegt, dan maakt God geen halve maatregelen, maar dan is hij er voor de mensen. En op een gegeven moment, dan mogen de Egyptenaren, die mogen, of de Israëlieten, die mogen Egypte, mogen ze eigenlijk daarvan vluchten. Ja. Soms moeten wij gaan vluchten vanuit een bepaalde situatie in ons leven. En ik denk vooral, als we kijken vandaag aan de dag, met heel veel commotie in de wereld, waar zou je dan nog heen kunnen vluchten? Ik denk, je moet zien dat je een uitweg krijgt. Een escape, voor te escapen, te kunnen veranderen. Ik zal zeggen tegen jou, er is een uitweg. Er is een oplossing voor jouw probleem. Ik ga er verder op in straks. Het volk was gericht op de dood. Die was in paniek. Vandaag aan de dag zijn er heel veel mensen zijn in paniek geraakt.
maar raak never nooit in paniek. Maar heb je vertrouwen op de Heer uw God, zegt de Bijbel, en je zal nimmer beschaamd uitkomen. Halleluja! Ik geloof daarin. Als wij onze vertrouwen hebben op de Heer, dat de Heer ons gaat helpen uit elke benauwde situatie. Want daar geloof ik in. Als ik kijk naar het verhaal van David. David is een van mijn favorieten. David, die had de focus niet op de reus, maar hij had de focus op God. Halleluja. Want David die zegt in een van zijn passages in de Bijbel van als God mij al heeft geholpen om uit de klauw van een leeuw te blijven en uit de beer, wat zal God niet meer kunnen doen? En daar geloof ik in. De klauwen van de ziektemacht kunnen ons op een gegeven moment proberen te overweldigen. Maar ik geloof erin dat God zijn liefde voor jou en mij er is. Halleluja. David, die doorzag de geestelijke werkelijkheid in de realiteit van de reus Goliath. David die wist dat die Goliath een hele dikke spotter was. Ja. Want hij zegt op een gegeven moment van nou David, als je wil kom maar. En die God van jou mag ook komen. En hij hoonde David. En dat ging hem kietelen in de geest. En toen op dat moment, toen had David zoiets van, luister Goliath, je kan misschien mij verslagen, maar mijn God zal je nooit verslaan. Want met mijn God kan ik jou neerhalen. De focus van David, die was gebaseerd op waarheid. Die reus die was groot, zijn woorden waren groot, maar de God van David was groter. Halleluja! Geloof je daarin dat de God van David groter was als de reus? Amen. Wij kunnen een reus hebben in ons leven. Mensen, u kan een reus hebben van een probleem in uw leven. Maar ik wil vandaag tegen u zeggen, haal die reus neer in de naam van Jezus. Misschien heeft u een reus van een probleem in uw relatie. Dan zou ik zeggen, haal het neer in Jezus naam. Misschien heeft u een reus van een probleem in uw financiën. Haal het neer in de naam van Jezus. Misschien heeft u een reus van een probleem in uw denken. Dan zou ik tegen u zeggen, haal het neer in de naam van Jezus. Want God is bij machte meer te doen als wij kunnen ooit bidden of beseffen. Halleluja. Als jij die reus neer gaat halen in je leven, dan gaat de basis van jouw geloof gaat groeien. En ik denk dat dat belangrijk is, want als je kijkt naar Hebreeuwen, zegt Hebreeuwen door het geloof. En dat is niet door je gevoel of door wat je denkt, nee, het is door je geloof. En David, die ging door zijn geloof, hield hij die Goliath neer. Halleluja. David die was niet bang. David die denkt van, dit is een mogelijkheid om te laten zien wie God is. Zijn woorden van David, die hadden impact. En ik geloof erin dat jouw woorden vandaag aan de dag ook impact hebben in je leven. Spreek je positieve woorden uit over jezelf, of ben je alleen maar het negatieve aan het proclameren over jezelf? Wat wil jij ontvangen? Ik geloof erin dat ik wil het goede ontvangen, dus ik spreek het goede spreek ik uit. En ik geloof erin dat God dat ook wil. God die wil niet dat zijn kinderen klagen. En als ik kijk naar het verhaal van de weduwe, haar focus was niet op een tekortkoming. Nee, haar focus was op de man Gods. En de man Gods die zegt op een gegeven moment tegen die weduwe, dat was de weduwe, haar man die was gestorven. Ze had nog twee zonen over. Ze had schulden, die moest ze betalen, anders zouden de kinderen bij haar weggenomen worden. En zij denkt, hoe kan ik deze situatie nog in mijn leven aan? Want dan ben je eigenlijk bijna wel radeloos. Maar deze vrouw, die gaat naar de man Gods en die vraagt aan hem, wat kan ik doen?
En die man God die zegt, verzamel alle kruiken van de hele plaats, verzamel die in je huis. En als je al die kruiken in je huis hebt, doe dan de deur dicht. Dat is zo frappant. Zij vertelt niet aan de buren waar ze die kruiken voor nodig heeft. Ze vraagt gewoon aan die buurvrouw, heb je een kruik voor mij? En aan een andere buurvrouw, heb je een kruik voor mij? En ze neemt die kruiken mee. Ze gaat hier naar huis. En dan pakt ze een kleine beetje olie. Pakt ze. En dan giet ze dat in die kruik. En het gaat door en alles wordt gevuld. Dat is de bovennatuurlijke voorziening die God voor deze vrouw heeft. En ik geloof erin, vandaag en de dag, in tijden van crisis, dat we een bovennatuurlijke ingrijpen van God nodig hebben in ons leven. Want misschien weten de medici misschien niet het antwoord op elke virus. Misschien weet niet elke minister, president het antwoord op dat het niet zo goed gaat in de economie. Misschien weet jij zelf niet het antwoord en misschien denk je, ik ga failliet. Maar met God hoef jij niet failliet te gaan. Heb een mentaliteit van de levende God in je leven. Geloof erin dat God jouw voorziener is, net als deed bij deze vrouw. Ze had niks. Alleen maar een klein beetje olie. Maar waarom die deur sluiten? Waarvoor zal dat zijn? Soms moeten wij een deur sluiten voor negatieve emoties, voor negatieve mensen, voor negatieve roddel. Soms moeten wij bepaalde deuren sluiten. Jezus die deed dat ook bij de dochtertje van Jairus. Die mensen die waren allemaal aan het janken. En ze zeiden allemaal, ze is dood. En Jezus die gaf als antwoord, laat mij alleen met haar. En hij sloot de deur. En dat is ook vaker in de Bijbel belangrijk, om soms de deur te gaan sluiten. De deur te gaan sluiten voor de Satan die probeert binnen te komen. De deur te gaan sluiten in verband met allerlei emoties die in je leven kunnen plaatsvinden. Die deur is niet alleen de voordeur bij je huis, maar dat is ook misschien wel in je gedachten. Om daar bepaalde deuren te gaan sluiten. Deze weduwe die deed het wel. En het resultaat was leven. Het resultaat was dat ze haar zonen kon houden. Dat ze haar schulden kon betalen. En dat ze kon leven. En dat ze zelfs de man Gods kon zegenen. En ik denk dat is een belangrijk iets is dat. Halleluja. Zij wat was niet gericht op het horizontale. Wij zijn vaak, zijn we vaak gericht op het horizontale. Dat is de wereld. Maar we moeten gericht zijn op verticaal. Van hem komt de hulp. Van hem komt de glorie. Van hem komt de mogelijkheden. Halleluja. En dat is het juist. Als ik ga naar Jozef. Het is een geweldig verhaal. Ik mag zo graag het verhaal van Jozef lezen. En dan is het gewoon, Jozef die voelde zich niet zielig. In welke situatie hij ook zat, of zat hij ook in de gevangenis, hij voelde zich niet zielig. Want hij wist, God heeft een doel voor mij. Een plan met mijn leven. En weet dat ook voor uzelf thuis, dat God heeft een plan met uw leven. Hij heeft een doel met uw leven. Hij wil niet dat u gaat neerzitten, dat u gaat huilen en dat u helemaal gedesoriënteerd bent. Maar God die wil dat u gaat opstaan in zijn kracht. Jozef die bleef in de kracht van God. En toen zijn broers daar kwamen. En er was hongersnood in het land. Weet je hier helemaal. Ja. En Mozes en Jozef, die was ondertussen was die oude koning geworden. En dan ziet hij zijn broers komen. Die ook koren willen kopen. En wat is Jozef aan de ene kant blij. Dat hij zijn broers ziet.
hij had ook op dat moment wraak kunnen nemen, want hij had veel macht als onderkoning. Hij had zelfs alle macht daar in het land, om die broers te boeien en in de kerken te gooien en er nooit weer uit te laten komen. Maar Jozef die zegt van weet je, God heeft mij hierheen gezonden met een boodschap. God heeft mij hierheen gezonden met een bestemming. Want Jozef die wist toen hij pas onderkoning was, dat hij op zijn bestemming was. Dus niet toen hij de slaaf was, toen was hij nog niet op zijn bestemming. Toen hij in de gevangenis was, was hij nog niet in zijn bestemming. Maar toen op een gegeven moment God hem had geroepen om als onderkoning te zijn, toen was hij pas op zijn bestemming. En Jozef die zorgde ervoor dat er heel veel landen rondom hen te eten hadden. Dus mensen, je hoeft niet te hamsteren. Geloof erin dat God jouw voorziener is. Geloof erin, in deze situatie, dat God, dat we daarop vertrouwen. We moeten niet gaan vertrouwen op Albert Heijn, of op Lidl, of wat dan ook. Stel uw vertrouwen op de Heer God. Deze weduwe die had ook haar vertrouwen op de Heer. En Jozef ook, hij had zijn vertrouwen had hij op God. He, kijk, die broers die kwamen daar na 2 jaar. Toen zegt hij, nou blijf hier maar in dit land, want hier is het goed. Want we hebben nog straks 5 jaar waarin het slecht zal gaan. Stelt u voor dat we 5, 6 of 7 of meerdere jaren in een crisis terecht zouden komen. Wat zou u doen? Dan geloof ik erin dat we het dichtste bij God kunnen zijn. Dat is het beste. De wereld die kan vergaan met alles. Maar de liefde van God die blijft eeuwig blijft die bestaan. Geloof daarin. Als je kijkt naar het verhaal van Jezus, de storm op het meer. We hebben allemaal wel eens een keer een storm in ons leven. Allemaal wel eens een keer problemen. Ik ook, net zo goed. Maar wat doe je met die problemen? Hoe ga je ermee om? Dat is dan eigenlijk de vraag. Sommige mensen die laten zich overweldigen door zo'n storm. En die zeggen, nou, het gaat toch niet lukken. Dus laat het maar. Eigenlijk zeggen de discipels, die zeggen dat eigenlijk ook, van Jezus, we verzuipen. Maar Jezus die weet, het komt wel goed. Soms moet je spreken tegen je storm die je vandaag in je leven misschien zal hebben. Misschien moet je wel spreken op een bovennatuurlijke wijze dat je gezond blijft, ook in deze periode. Dat je het woord van God, het rema woord, tot je neemt. God sprak en het was er en jij spreekt en het zal dus zijn. Geloof daarin. Ik geloof erin. Toen Jezus daar in die boot zat, toen was het belangrijk om te gaan kijken waar is die focus van die discipels. Die discipels die hadden de focus van ik verga. Soms moet het misschien zo ver komen. Misschien moet je het idee hebben van alles in mijn leven gaat mis. En ik heb misschien geen uitzicht meer. Ik ben hopeloos, ik ben radeloos. Dan zou ik zeggen tegen jou, vriend en vriendin, richt je niet op de situatie in je leven. Maar ga vanavond je handen vouwen en schreeuw het uit tot God. Dat is de enige die jou kan redden. Die jou kan helpen uit deze ellende. Halleluja. Gelukkig is onze onzichtbare God meer dan in staat om onzichtbare vijanden te lijf te gaan. Kijk, zo'n coronavirus is eigenlijk een onzichtbare vijand. Je ziet hem niet. Als iemand besmet is, je ziet het niet. Maar vraag dan aan God waar je heen gaat om een engel tussen jou en die persoon in te zetten.
En dat is dan ook een onzichtbare engel. Maar dan mag je weten dat de onzichtbare God een zichtbare bescherming voor jou heeft in jouw leven. Want deze onzichtbare God, die wil tastbaar worden en zichtbaar in jouw leven. En dat vind ik belangrijk, om dat te gaan proclameren. En dat je mag weten dat hij altijd voor jou zal willen zorgen. He, en dat is de onvoorwaardelijke liefde. Kijk, sommige mensen die denken misschien dat het coronavirus een straf van God is. Nee, de duivel gaat rond als de briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. We zitten in de eindtijd. He, en dan spreken we ook, he, als ik kijk naar het boek van Billy Graham, he, en nog een aantal profeten, die hebben uitgesproken he, hoe de eindtijd eruit zal zien, dan moeten we voorbereid zijn. We weten, niemand weet wanneer Jezus komt, maar ik weet hij komt. En dan is de enige vraag, ben je bereid om hem te ontmoeten? En dat is de belangrijkste vraag voor vanavond. We kunnen ons proberen vast te houden aan onze financiën. Maar in tijden van crisis valt dat weg. Maar als we ons vasthouden aan de liefde van onze Heer Jezus, dan zal het eeuwigheidswaarde hebben en dat zal blijven bestaan. Amen. Heer, ik bedank u wel, Vader, voor deze avond. Heer, ik dank u wel, Heer, dat ik mag bidden voor alle mensen die kijken op het internet. Heer, en dan dank ik u wel dat wij uw voorziening mogen hebben in ons leven. Heer, en net als dat de Israëlieten werden gebeten in de woestijn, Vader, door die slangen. En toen hield Aaron die ene slang op die stok. En die zegt, als je daarnaar kijkt, dan zal je leven. Heer, zo is het vandaag aan de dag nog. De dokter die heeft die slang. Heer, we weten als we naar dokter Jezus gaan, als we naar u kijken, dat we zullen leven. Heer, dat spreek ik uit. In de machtige naam van onze Heer Jezus. Ik zal zeggen, leef. In de naam van Jezus herstel. In de naam van Jezus genees. En in de naam van Jezus neem je identiteit in. In Jezus' machtige naam. Heer, ik dank u wel en ik spreek een zegen uit voor een ieder. In Jezus' naam. Amen. Amen.